Goedemiddag, Paul Rietveld hier van de Hypotheker in Noordwijk. Ja, u denkt vast, wat is die nou weer aan het doen? Maar ik denk dat ik vandaag een scoop heb. Ik ga beginnen met vloggen. En ik ga beginnen met vloggen omdat ik toch een breder publiek deelgenoot wil maken van specifieke onderwerpen in mijn hypothekenbranche. Ik doe het ook even. Ik begin hier op een bekende plek, zoals u ziet bij de vuurtoren in Noordwijk. Ook herkenbaar in andere social media afbeeldingen. Het onderwerp wat ik vandaag met u wil bespreken, dat is het doorstromen van een koopwoning naar een volgende koopwoning. En dat is niet voor niks, want A, de rente is erg laag, maar B, er wordt ook heel veel nieuwbouw binnenkort in Noordwijk gepleegd. En dat is dan toch wel handig om daar wat meer informatie over te krijgen. Als mensen nu in bezit zijn van een hypotheek en uiteraard een koopwoning, is het niets meer dan logisch om naar de bank te gaan waar de eerste hypotheek is afgesloten. Maar ja, goed, gaat die aan u ook een ander bankvoorstel aanbieden? Een concurrerende bank bijvoorbeeld. Ik denk dat die kans erg klein is. Daarom is het wellicht handig om naast het bezoek aan uw bank ook een afspraak te maken met een onafhankelijke partij. Een partij als bijvoorbeeld de hypotheker, die u over heel de markt mee kan laten kijken en ieder aanbod kan doen wat er in hypothekenland te koop is.